Oh, je hebt het onder water gedaan? Ja. Ja. Dat kan je eigenlijk niet doen, want dat is super gevaarlijk. Echt? Ja, als je... Oh ja, als je want het is een soort hyperventileren en dan kan je, ja, kan je dus flauw van vallen. Zo, ik mag ouwe. 20. Zo de fuck. Gewoon relaxed weet je nou, hè? Ik doe niet koud te lijden, hè? Hey, leuk dat jullie weer kijken. Bij een gloednieuwe video van wat te doen. Vandaag gaan we weet ik niet wat gaan doen. We iets doen. Rico gaat het nu vertellen. Ja, maar, hij weet het niet. Ik heb het nog niet verteld. Alleen het heeft te maken met Wim Hof ook weer. Dus dan denk je automatisch denkt hij weer. Oh nee, koud weer, koud. Toch? Oh, mediteren. Dan de ademhalingsoefeningen. Hoe dan? Ja, Wim Hof doet ook ademhalingsoefeningen en zo. Ik weet hoe die werken. Dus dat gaan we doen. Dus dan ga ik daar even zeggen hoe dat moet. Ik leg even uit hoe het werkt. Dus dat is gewoon 30 keer echt. In uit. Heel diep. Dat 30 keer. En dat is ook leuk. Dan gaan we een stopwatch erbij houden. Dan gaan, doe je dat. Ja, dan doe je dat 30 keer. En dan adem je. Dus de laatste doe je echt zoveel mogelijk zuurstof inademen. En dan alles uit. Ja, dat weet ik. Heb ik ook wel vaak gedaan. En dan vasthouden. En dan zetten we de stopwatch. Als we uit gaan blazen, zetten we de stopwatch aan. En dan kan je dus zien hoe lang je nodig hebt. Uitblazen, zeg maar. Uitblazen wel, maar niet inademen meer. Maar uitblazen, nee. Dat doe je. Dat doe onder je. Water. Nee, niet onder water, gewoon boven water. We doen gewoon een ademhalingsoefening op. Gewoon zittend of liggend of zo. Ik doe het altijd liggend op bed. Maar we kunnen even wat maken. En dan doe je dus je adem uitademen. Ja, ik heb het wel eens gedaan, echt, maar dat 2 minuten lang gewoon dus fucking diep in uit. En dan kon ik echt wel 2 minuten bijna mijn adem inhouden op een gegeven moment. Ja, 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 je adem niet in, want je blaast je adem helemaal uit. Oh, je hebt het onder water gedaan. Ja. Ja. Dat kan je eigenlijk niet doen, want dat is super gevaarlijk. Echt? Ja, als je... Oh, als je want het is een soort hyperventileren en dan kan je, ja, kan je dus flauw van vallen. Ja, het was in een bad. Gewoon, ja, maar dan verzuip je in een bad, verzuip je ook. Ja, oké, dat klopt. Dus dat moet je echt nooit doen onder water, dit soort dingen. En ook niet in de auto en alles. Want dan, als je aan het rijden bent, dan kan dat allemaal niet. Dat ja, ja, maar... Ja, maar op zich zou het wel chill wezen. Want dan doe je toch niks. Maar ja. Je kan die ademhalingsoefeningen niet doen. Ik heb het nog nooit gehad dat ik iets van flauw viel of dat maar soort gevoel. Duizend. Maar wel lekker. Je wordt ook een beetje een soort high. Het is ook een soort gratis drugs. Maar... En gezonde drugs. De moeder van mijn oma die hield altijd in die hele lange tunnel, hoe lang was dat? 2 kilometer of zo, 2 minuten, hield ze altijd de adem in. Oh ja. Ja, waarom? Ja, maar dat kan op zich wel. Maar als je dus 30 keer... Ja, dan ben je al soort hyperventileren, dus dan kan je gewoon flauw vallen. Ballon met dat opblazen, dan word je ook duizelig. Ja, maar weet het, dus dan gaan we dat dadelijk even doen. Dat doe je eigenlijk op een lege maag, want... Ja, ik heb nog een lege maag. Oh, dat is goed. Alleen koffie. Dat is goed, dan doen we dat dadelijk. Want ik heb wel van ontbeten, maar dan voordat we middag gaan eten. Oh ja. Voordat we ettensoep van oma gaan eten, doen we eventjes die ademhalingsoefeningen. Want waarom doe je dat op een lege maag? Je lichaam is, als je gegeten hebt, is bezig met eten verteren. Dus dat kost energie. Dan kan je gewoon minder lang zonder adem. Dat is gewoon zo. En je longen kunnen verder open. Als je leeg maag is. Maar eigenlijk is het heel handig als je net wakker wordt dat je het gelijk doet. Dat ja. Is zo chill. Je hartslag is ja, echt heel dat lang. Zou het beste zijn, denk ik. Maar dus als je bijvoorbeeld gewoon een lege maag hebt, is het goed. Gewoon 2-3 uur van tevoren ja. Niks eten. En dan die ademhalingsoefeningen doen. Als je maag vol zit natuurlijk, dan kunnen je longen ook minder ver open, denk ik. Omdat je buik voller zit. Ja. Dus dan kunnen je longen gewoon minder bij open. Het is gewoon minder fijn. En dit haal je 3 keer die ademhalingsoefening. Heb ik altijd 3 keer gedaan. 1 keer, 4 keer of zo. Ja. 4 keer? Ja, dat je dat doet. 30 keer diep in- en uitademen. Maar en dan wel elke keer. Ja, nee, gewoon achter elkaar. Gewoon dan stop je. En dan doe je dus dat uitademen. Dus dan zet je die stopwatch. Oh, en als je dan klaar bent trouwens met uitademen, dan adem je vol weer in. En hou je dat weer 15 seconden vast. En dan voel je al echt chill. En dan laat je dus
Dus die adem weer gaan en dan ben je echt helemaal zo, helemaal zen. Voel je dan. Dus nadat je zo lang mogelijk je adem in hebt gehouden, ja, je doet dus 30 keer in en uitademen. Ja. En de laatste twee keer echt zo diep mogelijk. Adem je alles uit. En dan blijf je wachten tot je weer moet ademen met uitgeademde lucht. Dus heb je geen zuurstof meer in je longen. Alleen wel door heel je lichaam. Omdat je de hele tijd in en uit, ademt. Gaat die zuurstof overal zitten. In al die bloedvaten. Overal. Ja. Kom ook in je vingertoppen en zo, waar bijna nooit komt. Je neus kan je gaan voelen. Het voelt allemaal echt grappig. Maar dat gaan we dadelijk doen. We doen misschien wel anders wel 4-5 keer. Dan dat je echt een goede hebt. Ja, ik heb. Ja, ja. Okay. En dus de eerste keer kan je bijvoorbeeld een minuut zonder adem. En dan doe je het nog een keer. En dan kan je bijvoorbeeld 1 minuut 20. En dan doe je het nog een keer. En dan kan je misschien wel 1 minuut 40 of zo. Ja, maar er zijn mensen die kunnen echt 10 minuten of zo. Ja, maar ook als je het gewoon vaker doet. Dat deed je. Ik deed het ook steeds vaker. En ik kon één keer dat ik 2 minuut 20 of zo had ik. Maar dan deed ik het gewoon ja, bijna elke dag wel een keer. Dat is eigenlijk goed voor je. Alleen ik zet me er niet toe. Ik moet het eigenlijk toe zetten. Want... ja, het is gewoon, je voelt je echt lekkerder daarna. Je bent super relaxed. En het schijnt ook voor sportprestaties. Sportprestaties. Schijnt maar... het ook goed te wezen dat je gewoon, als je dat voor je, bijvoorbeeld voetbalwedstrijd of voor je hockey of weet ik veel wat. Skateboard. Dan sport skateboarden. Dan ben je gewoon, ja, gewoon een stuk fitter en heb je er meer zin in. Ja, dus dat gaan we doen. Dat gaan jullie zien in deze video. Ja. En vinden jullie deze video nou al leuk? Nu al? Nu al. Nu al, hè? Nu al, van al die like goede informatie. Abonneer. Like en abonneer natuurlijk. Reageer ook even als jullie een leuk idee hebben om te doen. Oh ja, als je in een leuke stad woont en je hebt je hobby daar en je kan dat daar heel goed doen. Ja. Dan, ja, dan kan je ons een mail sturen en dan kunnen we naar je stad komen en dan kunnen we daar ja, je sport gaan beoefenen. Ja. Het liefst iets echt met ja, sport. Ja. Bijvoorbeeld skateboarden, dat zou een leuke zijn. Ja. Maar ook bijvoorbeeld voetbal of het maakt niet uit wat eigenlijk, wat te doen, wat je maar kan doen. Als het maar niet binnen is, achter de computer of op je telefoon ja. Of zo. Dan, we gaan klaarmaken voor die ademhalingsoefeningen. Je doet dus 30 keer heel diep in en uitademen. Ja. De laatste paar keer doe je heel diep. Ja. En dan adem je uit, dan zet je de stopwatch aan. Dus dan ben je gewoon uitgeademde lucht. Hou je gewoon lang vol, dat ga je meemaken als je mee gaat doen. En dan als je dan dus klaar bent en je voelt dat je weer moet ademen, adem je vol in. Ja. En dan hou je dat vast. Ingeademde lucht hou je vast voor 15 seconden en dan laat je het gewoon weer. Dan adem je uit en ben je klaar. Ja. Dus je doet dus dan nog even 15 seconden met vol ingeademde lucht vasthouden. Dus het beste kun je inademen door je eerst je buik vol te doen en dan je borst. Dus zal maar zeggen. En dan gaan we dan maar 4 keer doen? Ja, 4 keer ja. Normaal doe ik dat 3 keer. Oh, even om goed. Maar ik heb het nou al serieus misschien ook al een paar maanden niet gedaan. Ik dacht er ineens aan. Gisteravond nog een keer, daar kunnen we wel een video van maken. Dus ik zet alvast stopwatch op 0. Ja, ik doe ook een beetje nog begeleiden, Tom. Dat hij het gewoon weet hoe hij het doet. Ja. Zeg gewoon een beetje. Je moet niet helemaal, maar wel een beetje natuurlijk proberen uit te stellen dat je weer moet gaan ademen. Is wel leuk. Dus we gaan 30 keer diep inademen en uitademen. Gaan we nu beginnen? Gaan we nu beginnen. Oké. Oké, 3, 2, 1. Nog twee keer heel diep.
helemaal uit. Als je dat voelt, zo meteen diep in en vast uit. Als je voelt dat je moet ademen. Zo de fuck. Gewoon relaxed weet je nou, hè? Nu we gewoon voor relaxed blijven en dan gaan we gewoon eigenlijk gewoon weer... Nog een keer, maar het was al 1 minuut. Een keer herhalen, het was al een ruim een minuut. Ja. Dus dan gaan we weer. En zorgen dat je gewoon heel relaxed zit, ja. Zo. Je voelt overal een beetje tintelen gewoon door aan gaan. Ook in je neus zo meteen, je voorhoofd. Dat wordt zo erg. Vijftig. We gaan 2 keer diep, helemaal in, helemaal uit. Dus je weer moet ademen, diep in en vast. Hoe had je al gedaan? Ja, je was die 15 seconden? Ja, ik had 1 minuut 35. Oh, je had al ingehaald. Ja. Oh, ja, oh jij was nog bezig. Ik had het al gedaan. Ik dacht dat jij nog aan het... Oh nee, ben je gek. Nee, dat dacht ik. Maar nu weet je in ieder geval wat ik moet. Maar we hadden echt weer allebei tegelijk. Oh, oké, okay, ja. Dus 1 minuut 35. 1 minuut 35, ja. Dus jongens, we hebben al 35 seconden langer. Het ging ook bij de 30 seconden voelde ik vorige keer al een beetje zo in je keel. Ja, ja. Maar we gaan nu verder, dus nu weet je hoe het werkt. Denk je dat je weet hoe het werkt? Ja, ik weet het wel. Nee, ik snap het wel. Sorry. Dus we gaan nou weer 30 keer in de ademen. Zo, maar ik ben nu echt lekker. Echt lekker chill, oh, hè? Oh, lekker. Ja, echt een chill. Ik voel helemaal. Ik heb het wel weer. Heel diep. Helemaal uit. Wait for 2 minutes. Die heel diep in, hè, je weer moet ademen. Ik kan het wel allemaal.
En riep in. Drie minuutjes. Drie minuten, lekker man. What the fuck? Ja, je bent een echt sportman, weet je. Een sportier altijd. Ja, maar het is best wel fucking gek dat ik echt afmaak gehad ook. Ja. Drie minuten zonder... Ja, ik heb het wel geoefend in bad en best vaak. Ja, best vaak. Ik doe wel... Ja, je hebt het wel eens gedaan. Ja. Maar dit is heel anders, hè. Want het is met uitgeademde lucht. Ja, dat is dus nog moeilijker. Ja. Nou ja, maar niet omdat je de hyperventilatie doet. Dan zit je helemaal vol zuurstof. Daardoor kan je zo lang. Oké, let's go again. Oké, nog laatste keer. 5 minuten. Oké. Wil ik al vandaag... Diep in en loslopen, dacht ik. 15 seconden. Ik had een record. Ik had een mooi zo. Hij ligt in 4 minuten. dat zou wel gek zijn. We kunnen nog één keer proberen hierna. Nog een vijfde keer doen. Ik voel me nou echt zo fucking chill. Je voelt echt die zuurstof overal toekomen. 4 minuten. Oh man. 4,5 minuten. Oh ja. Oh ja, fuck. Blijf zitten. Probeer gewoon als er nog langer komt. Nee? Inhalen, hè dan? Diep inhalen. Je hebt een verhaal, man. Fucking netjes, hè. 5 minuten! What the fuck? Fucking ziek, man. What the fuck, ouwe? 6-9! 6-9! Oh, joh. Zo heftig. 5 minuten, what the fuck, ouwe? En ik heb nu geen ademnood of zo, hè? Nee, maar ja. Goeie, ik voel geen tinten, maar gewoon echt slapjes. Gewoon lekker. Oh. Gewoon helemaal zen. Man. Gewoon chill voel je, hè? Ja. Maar ja, jullie kunnen dit ook doen. En ja, jullie ziet het.
Ik kan gelijk goed. 5 minuten. Ja, Tom neemt even 5 minuten eventjes zijn adem in. Ja, gewoon met uitgeademd. De adem, 5 minuten zonder te ademen. Maar jullie kunnen dit ook gewoon thuis gaan doen. Het is echt super chill. Je voelt je echt zo... Van 1 naar 1,5 naar 3 naar 5. Ja, dus de Wim Hof methode, gewoon een ademhalingsoefening. Dus ja, vonden jullie de video nou leuk? En ja, willen jullie dit soort dingen vaker? Even dan like en abonneer natuurlijk even. Wil je ook een beetje stoot worden? Terwijl je gewoon niks. Probeer het zelf slechts. Ook een keertje. Nee. Ja, niet stoot, gewoon heel chill. Ja, maar je bent echt gewoon een soort. Zo voel je je nooit eigenlijk. Nee, dat klopt. Toch? Zo chill. Nee. Dus je bent echt gewoon. Maar niet moe, maar gewoon echt heel ook, rustig. Hij doet natuurlijk high on your own supply. Ja, bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Yo, later. Yo.